Hij staat op opname, kan je ook zien daarbovenin rechts. Staat een dingetje te knipperen. Nou. Dit gaat over deze bijeenkomst, of deze meeting, hoe zeg je dat? Gaat over dat dit het is. En dit is iets wat altijd lastig is om te benoemen, te beschrijven. Want het is zo eenduidig en simpel. En het is ook iets wat niet blijft, zou je kunnen zeggen. Dit is je ogen knipperen, het is je stem, het is zitten. Het is continu is het iets anders. En het is alleen dat. En hoe het is dat, het is eigenlijk alleen maar energie. Dus het is energie in de vorm van ja, knipperen of een gevoel. Of een, lijkt het een situatie. En in feite is het heel sec alleen maar dat. En door de hersenen worden er allemaal extra kleur wordt er toegevoegd. Een extra, het lijkt wel of het dan ook steviger wordt op het moment dat er een ik is, alsof of de situatie vast lijkt, alsof de beelden allemaal vast worden. En op een gegeven moment wordt alles wordt echt en vast en krijgt het een betekenis. En zo voegt er steeds weer wat toe. Soms is het emotioneel, soms is het alleen een betekenis. Maar er is altijd een heleboel toegevoegd aan alleen maar dat wat er is. Dat wat er allemaal toegevoegd wordt, dat is de droom. Dat is het overlevingsmechanisme, het interpreteren van de hersenen die daar abstract kunnen denken. Als mens kan je abstract denken. Je kan interpreteren, er kunnen beelden zijn, er kunnen herinneringen zijn. En alles voegt iets toe aan dat wat er is. En dat gebeurt nog steeds op het moment dat er een, kan nog steeds gebeuren op het moment dat er geen ik is. Alleen het is even een beeld wat toegevoegd wordt of een misschien een gevoel. En op een gegeven moment verdwijnt het weer. Er gebeurt verder niks mee. En wat op het moment dat er een ik is of dat hele overlevingssysteem is er met als top, als baas het ik. Het gevoel dat jij er bent. Als dat sterk aanwezig is, dan krijgt iedere situatie, elk beeld krijgt betekenis, krijgt een kleur, soms een herinnering. Er wordt altijd iets aan toegevoegd. En op het moment dat er dan iets aan toegevoegd wordt, en vooral vanuit het idee van dat er iets wat daarvoor was en iets wat daarna is, dus er is ook tijd. Tijd, op het moment dat er tijd is, dan komt er ook de voor en de na, maar er komt ook oorzaak en gevolg. En op het moment dat er oorzaak en gevolg is, komt er ook iets van gevoel van ik ben er en ik ben verantwoordelijk voor dat wat er gebeurde bij die ander. Want je ziet jezelf als iemand, dus zie je ook die ander als iemand. En zo komt er steeds wat bij. En de ene keer is het wat sterker en de andere keer is het wat minder sterk. En het lijkt steeds alsof er voortdurend allerlei omstandigheden zijn. Alsof er een wereld is. Alsof er jij er bent in relatie met andere mensen. En dat daar iets mee moet of juist niet. Of daarmee bezig zijn van hoe geef ik mijn leven vorm. En waar dit over gaat, is dat tegelijkertijd eigenlijk er alleen maar dit is. Alleen maar een beweging, een gevoel. That's it. Er zit geen betekenis aan. Het heeft geen belang. Niks heeft belang. Op het moment dat er een ik is, lijkt alles belangrijk. Lijkt alles belangrijk, omdat alles gaat over ik. En dat hele overlevingssysteem gaat bezig met van ik moet ervoor zorgen dat ik me goed voel. Dat er veiligheid is, dat er ontspanning is, dat er... En dat ligt omdat je alleen maar nog ziet dat jij er bent in de wereld, in allemaal vaste omstandigheden. Zoek je het in de wereld, zoek je het in vaste omstandigheden en beelden en situaties en personen. En het lastige is dat het niet in de wereld ligt. De wereld lijkt zo
gecompliceerd en belangrijk en dit is beter dan dat, want het gaat natuurlijk altijd over goed en fout. Dus dan is er een zoeken naar dit is goed en dit is fout en hoe moet ik het dan doen? Maar dit non-dualisme of waar dit gebeuren over gaat, deze bijeenkomst, is dat er geen wereld is, dat er geen goed en fout is, dat er alleen maar dat is wat er schijnbaar gebeurt. Want dat wat gebeurt is ook schijnbaar. Het is, nou ja, soms kan je het ook zo zien als, het is transparant. Het is er, schijnbaar, en het is er ook niet. En nu lijkt alles vast en solide en echt. En op het moment dat dat echt lijkt, dan wordt het ook belangrijk en beladen. En de ene keer, de ene situatie lijkt minder beladen en de andere meer, afhankelijk van verleden en allerlei extra omstandigheden of wat in het lijf zit. En als je het hier hebt over het verhaal, dat het lastige is dat er is een verhaal en tegelijkertijd is er geen verhaal. Dus deze bijeenkomst die springt van dingen uitleggen in het verhaal naar dat er tegelijkertijd ook geen verhaal is. Dus dat geeft soms een verwarring. En als er verwarring is, dan moet je het zeggen. Of dan is er gewoon verwarring, dat kan. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je er geen greep op krijgt. Dat het niet te pakken is. Dat je niet duidelijk kan. Soms kunnen dingen duidelijk zijn en tegelijkertijd wordt dat dan weer onderuit gehaald. Dus ergens is er iets wat niet een soort houvast geeft, een richting geeft. En dat is eigenlijk wat er vooral hier gebeurt. Dat niks wordt gezien als vast, als dat je ergens naartoe moet, dat er iets echt is, dat jij er bent. Dat betekent dat er ook, en dat is dan ook weer in het verhaal, dat er allerlei dat er dingen kunnen, concepten kunnen, ja, hoe zeg je dat, kunnen losgemaakt worden, of dat als het ware niet meer echt zo helemaal geloofd wordt. Soms kan het ook andersom begaan. Dat is voor iedereen ook weer verschillend. En tegelijkertijd gebeurt er niks. Tegelijkertijd is er alleen maar wat er is. En is er eigenlijk nooit, een onderscheid geweest. Is het altijd al één geweest? Is het nooit verloren geweest? Want dit wat er is, dat is er altijd. En daarnaast kan er een hele droom gebeuren zijn in dat hele abstracte denken van dat er wel van alles is. Maar het is eigenlijk een misverstand. Maar een misverstand die zo in het lichaam ook zit en zo stevig is, dat zo vanzelfsprekend en normaal lijkt, zeker als het zo jarenlang al speelt, dat het als een houvast voelt, als stevig, als dat je iemand bent en dat je een soort steun geeft om al die concepten en duidelijkheid te hebben. En dit haalt het onderuit. Dus er is aan de ene kant een verlangen naar los te zijn van die onvrijheid of van dat zoeken of van dat proberen en problemen. En tegelijkertijd is er ook de angst van, oh god, ik raak alles kwijt. Het is ook het is de dood, het is het verlies van alles. En tegelijkertijd is er geen verlies. Nou, deze paradox, daar gaat het steeds over. Dus kijk, als er een behoefte is om dingen te zeggen, of om te praten, of om wat te vragen, dan kan je dat doen. Nu, bedoel ik, vanaf nu. Roos? Ja. Roos Marijn, hoor je mij? Ja, hè? Ja, ik hoor je. Dat schijnbare, wat je dan noemt en wat altijd gezegd wordt, mm-hmm. dat vind ik dan altijd zo moeilijk. Heb jij dat dan ook? Ik bedoel,
Je zit toch ook voor een computer? En is Ja. dat, ja, en wat is dan schijnbaar? Dan kan je me dat meer uitleggen? Het is lastig om het uit te leggen, omdat het, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het gekke is dat op het moment, dat kan een moment zijn, hè, of het kan, zoals het hier gaat, dat het niet meer terugkomt. Dat op het moment dat ik er niet is, dat het opeens heel zichtbaar wordt van, oh my god, alles is schijnbaar, is transparant, het is energie. En het is door het licht, lijkt het allemaal heel een soort vaste beelden te zijn. En op het moment dat ik er is, dat hele overlevingssysteem, dan opeens gebeurt er iets waardoor dat gezien wordt als vast. En omdat het al zo lang zo op die manier wordt gezien en bevestigd ook door anderen, is het zo'n vanzelfsprekendheid geworden dat het vast lijkt. Of vast is, zou je kunnen zeggen. De meeste mensen gaan ervan uit dat het gewoon vast is. En het is meer, soms opeens kan er een moment zijn waarop het even eruit wordt gehaald. Of soms door het te horen. Of door, ja, ik weet van op het moment dat er, ik weet dat er, op, ik zat in de tuin en opeens, pats, was er opeens dat lichaam. Ik zag het niet eens meer. Nou, dat is, vond ik echt shocking. En daarna kwam het allemaal wel weer terug. Dus dat, soms gaat het op die manier dat er van die seconden of halve seconden zijn, dat opeens even verschuift. Maar het is niet iets wat je kan voorstellen. Dus het is iets wat je, als je het hoort en je denkt, nou, ik kan me daar niks bij voorstellen of ik snap er niks van. Nou, dan is het dat en dan laat het gewoon, want het maakt op zich niet uit. Ik bedoel, zo is het wel, maar ja. Ja, maar wij blijven dan toch nog meer in dat hoofd, denk ik, hè? Zo van, ja, nou, weet je, vooral gaat het over, waar het voornamelijk over gaat, is dat op het moment dat er een ik is, en dat hele overlevingssysteem, dat gaat ervan uit dat er iets niet goed is. Dat er iets is misgegaan, dat er iets goed gemaakt moet worden, dat er iets nog niet klopt, of dat. En dat is het sterke stuk van dat ik-mechanisme, dat het altijd bezig is om te verbeteren, of om op te lossen, of om je beter te voelen, want daar gaat het natuurlijk ook heel vaak over. En wat dit zegt, is meer van, dit is het. En dit is, als er een gevoel is, is het dat. En tegelijkertijd, als er dan die enorme krachtige, dat mechanisme doorgaat van, om te zorgen, zo'n drive die ervoor zorgt van, dat je er al mee bezig bent voordat je het weet, dan is dat het ook. Dat is gewoon hoe het leven in elkaar zit. Dus er is gewoon niks fout. Er kan niks fout zijn. Dat wat gebeurt, dat is het. Ja, die snap ik dan enerzijds wel. Dat geloof ik ook wel. Maar dan gaat het allemaal om met het verstand. Maar ja, als je dan, net als jij dan zegt, schijnbaar, of wat je dan in boeken leest, de wereld is er niet. Ja. Dan denk ik, ja jongens, als ik buiten kijk, zie ik toch echt mijn tuinbank buiten staan. Hè? Bewijs van. Maar wat er is, als het gaat over er is geen wereld, het is vaak een invulling van alles. Als je kijkt, dit is er. Als je zegt, oké, zonder dat je even dat schijnbare, maar even van dit is er, dan is het alleen maar die kamer. Of alleen maar die tuinbank. Ja. Maar wat je vaak doet, is dat je ook in je hoofd, en dat omdat we goed abstract kunnen abstraheren, dat je ervan uitgaat dat daarachter, dat je weet wat daarachter zit. Maar daarachter is niks. Dat is alleen omdat we kunnen abstraheren, maken we dan, die hersenen kunnen van allerlei beelden weer oproepen, waardoor je denkt te weten waar iets is, of dat erachter nog van alles is, of dat er Amerika is, of wat dan ook. Maar het zijn allemaal losse stukjes waar die hersenen dan een soort geheel van maken, wat in feite niet bestaat. Nee, oké, die snap ik wel, dankjewel. Oké. Oh, er komt weer een chat. Zou je iets kunnen zeggen over het verschil van hoe gedachten zijn, met of zonder me? Ik bedoel, de me fantaseert veel en gelooft eigen gedachten. Hoe is dat zonder me? Even kijken hoor. Het grappige is dat als er gedachten zijn, dan kan er ook nog wel een proberen.
dat had ik, het grappige is dat ik even een verhaal, maar vannacht gebeurde er van alles alsof er iets bezig ging en er een voortdurend allemaal gedachten en het proberen te analyseren en alsof dat die hele drive weer terugkwam of bezig was. En er was, en het, elke keer ging er niks mee bezig om daar weer mee verder te gaan. Dus die gedachten kunnen nog zeker nog komen. En ik weet ook niet hoe dat dan werkt of waarom dat dan is. En dan is er een proberen om daar dan uit te komen of dan mee verder te gaan. Of wat ik van vroeger ken, van het analyseren of ermee bezig te gaan of het serieus te nemen. En dan houdt het op. Dan is er dus niks wat daar mee bezig gaat, wat probeert daar uit te komen. Of van het een in het ander, in het volgende, in het volgende. Dat gaat niet. Dus dat lukt niet. Het heeft niks te maken met of dat je ziet dat die gedachte, dat het zinloos is, zeg maar. Het is er gewoon niet. Er is niks wat het oppakt, wat ermee bezig gaat, wat verder gaat. En ja, zo. En tegelijkertijd kan even een gedachte heel belangrijk lijken. En daarna is het weer weg. Zo gaat het eigenlijk meer. En er is dan ook, jij hebt er dan ook geen last van, dat die gedachten er zijn? Nee. Dat maakt niet uit. Of er nou een gedachte is of geen gedachte, dat is hetzelfde. Wat er vaak gebeurt is dat je dan inhoudelijk zo op die gedachte ingaat. En het grappige is dat, ik snap ook wel die inhoud, die kan ik ook nog zien natuurlijk. Maar, en het proberen om daarop in te gaan is er ook nog, maar dat gaat dan niet. Dat is het gekke. Dat ik is zo'n soort drive. Daarom is het ook een soort energetisch gebeuren als er geen ik meer is. Het is niet alleen maar snappen dat het niet hoeft of zo. Want dan, die drive die gaat daar doorheen. Dat is sterker dan iets anders. Dat heeft nergens mee te maken. Niet met een beslissing of zo. Die drive is gewoon, als die er is, dan is die sterker dan wat dan ook. En op een gegeven moment kan die drive wegvallen, blijkbaar. En dan lukt het, dan gaat het ook niet meer. Het is ook niet iets wat ik kan of zo, of niet kan. Het is gewoon, het gaat niet. Okay, en het is natuurlijk ook heel duidelijk dat die gedachte, hoe moet je het zeggen? Ja, dat het inhoudelijk niks voorstelt of zo. Ergens is dat ook, ja, niet duidelijk, maar ja, nee, duidelijk. Het is een ogenblik, want ik hoor. Ja, sorry hoor. Even helemaal heel veel geluid. Is dat duidelijk of over die gedachten? Voor mij wel, maar het lijkt zo onwaarschijnlijk. Maar Wil had de vraag, dus ik wil je weten niet of Wil genoeg antwoord heeft. Ja, dus. Nee, is oké. Okay. Ja. Maar dat moet Wil even zeggen. Schrijven. Ah, er komt er nog eentje. Oké. Kun je nog bang zijn door fantasieën in je hoofd? Bijvoorbeeld bang in het donker en daarover doorfantaseren? Dan moet ik even nadenken. Dat weet ik niet zo goed. Ik ken dat niet zo. Maar die fantasie in mijn hoofd, dat is, het is zo duidelijk dat dat niet reëel is. Maar het gekke is dat op het moment dat er een gedachte komt, dat daar niet meer wat ik nu me herinner, is dat het, als er een gedachte is, dan is er van daaruit weer een vol en dan komt er weer een volgende en dan komt er weer wat anders. En dat je op een gegeven moment weet je niet eens meer waar het begin lag, weet je, dat gaat allemaal achter elkaar door. Dat gaat niet op de een of andere manier. Dus er is niks wat het oppakt. Er kan een gedachte zijn, maar er is niks wat het oppakt om daarmee door te gaan. Dus op een gegeven moment is het ook weer weg en dan. Je zou kunnen zeggen, en dat had ik in het begin een beetje, omdat het allemaal nog niet zo duidelijk was, dat het lijkt op dat je het vergeet. Nou, eigenlijk bestaat vergeten niet. Het is er dan gewoon niet meer. Dus vergeten
klopt eigenlijk niet. Het is niet vergeten, het is er gewoon niet. Wij noemen dat vergeten omdat je er altijd aan denkt dat jij dat doet. Maar het heeft niks met doen te maken. Het is er of het is er niet. En als het er niet is, ja, dan is het klaar. En er kan een emotie zijn. Soms kan donker zijn en daar een enorme paniek opkomen. Dat kan. Zonder dat er verder gedachten bij zitten of zo. Maar die paniek kan er op dat moment zijn. Maar het aparte is ook, dat is wat er dan niet meer gebeurt. Dat is dat die hele drive om ervoor te zorgen dat die paniek verdwijnt, die is er niet. Dus het is paniek full on. Volledig, zeg maar. En dan is dat er. Maar het gekke is, op het moment dat er niks is wat het probeert te veranderen, is het eigenlijk ook minder erg. Want het grappige is ook, en dat is ook bij niet voor te stellen, het is er en het is er niet. Nou, dat is ook helemaal raar. Maar ja. Dus het is compleet al helemaal voluit. En tegelijkertijd is er ook niet. Maar dat is iets wat je je gewoon niet kan voorstellen. Maakt ook niet uit of je dat kan voorstellen of niet. Dus er is niks, het is naakt. Het is niks meer wat het stopt of het beschermt. Er is geen bescherming of zo. Dus dat is de andere kant. Het lijkt, weet je, het heeft altijd iets moois van, ik wil dat ook, zeg maar. En tegelijkertijd, dat is het verlangen. Maar tegelijkertijd is er ergens ook de angst. Want het is het verlies van alles. Alle houvast, alle zekerheid, alle dingen om minder te hoeven voelen. Die zijn, dat is gewoon weg. Roos? Ja? Vond je dat ook eng toen was er ook een overgangsperiode daarin? Dat je eigenlijk voelde van dat bijvoorbeeld zo'n paniekmoment gebeurt zonder dat je daar nog iets aan kon doen? Nee, dat is geen overgang. Het is, kijk, wat er gebeurde, wat ik me nog herinner, want dat is natuurlijk ook elke keer, praat ik daar geloof ik weer anders over, maar wat er in die sauna, wat er bij mij in die sauna was, dat was het moment. Nou ja, eigenlijk ook weer niet, maar oké. En daar, ik was gewoon met op mijn normale manier aan het denken over van alles en opeens ging het niet meer door. En dan is het niet eens zo duidelijk wat er nou. Op het moment zelf was alles helemaal duidelijk. Ik bedoel, dat echt. En daarna was dat ook weer weg. Dus ik heb daarna nog wel heel veel momenten gehad dat ik bezig ging op dat. Ik kon heel goed dingen analyseren en ermee bezig en proberen duidelijk te krijgen en proberen te voelen en al dat. En het lukte niet meer. En ik had niet eens door dat het niet lukte. Het was gewoon, ik deed het en op een gegeven moment merkte ik later pas weer dat ik dacht, oh, ik ben het eigenlijk helemaal vergeten. Dus dat, voordat, eigenlijk achteraf kan ik daar makkelijker over vertellen dan in het begin. Omdat dat op dat moment toen helemaal niet allemaal niet zo duidelijk was wat er nou aan de gang was. En dat het wel duidelijk was dat op het moment dat er emoties waren of gevoelens, dat er niks bezig ging over. Of die vraag kwam wel van, oh, waar heeft dit allemaal mee te maken? Of wat heb ik gisteren gedaan? En daarna was het weg. Want ik. Dus dan, wauw, dat gevoel is er gewoon, je kan er niet meer bij weg, of zo zou je het kunnen zeggen. Het is gewoon meteen vol. Maar het grappige is, of het verschil, alleen het gek, ja, nou, laat ik het te snel. Het verschil is, op het moment dat er een gevoel is waar niks in geprobeerd wordt om te veranderen, is het wel helemaal. Maar het proberen het te veranderen is eigenlijk het scherpe stukje, zou je kunnen zeggen. Dat maakt het allemaal weer veel scherper. Want het is juist die strijd wat meer het lijden inhoudt. Dus op het moment dat die strijd er niet is, is het ook, ja, is het toch anders. Wat ik me nog herinner als verschil, hoor. Maar, ja. Dus je had niet een periode dat je het eng, dat er iets, nog misschien iets was of zo in jou, dat het eng vond, dat leek alsof je. Alsof. Nee. Het gekke is dat het meer van tevoren is. Dat je denkt van, oh god, hoe moet dat zijn? Hoor. Op het moment dat het dan er niet is, is helemaal niet eng. Het is een soort
makkelijk. En dat, het, op het moment dat er een gevoel opkomt, is het eigenlijk ook niet eng of zo. Zelfs al is het paniek. Dan is het niet meer, weet je, het maakt het vaak eng doordat er van allerlei zinnen bij komen en interpretaties en wat is er, en proberen het te bevatten. En dat hele gebeuren, dat maakt het eigenlijk enger. Mm. En niet dat je daar wat aan kan doen, maar het is meer, het is helemaal niet eng. Nee. Het is eerder een soort, zit ergens, nee, rust. Ja, het is ook rust, het is ook stil op een bepaalde manier. Terwijl het natuurlijk net zo goed woef, door je lijf heen gaat. Ja, ik vraag het om met een klein beetje een reden. Want de laatste tijd hier lijkt het alsof er minder vermogen is om iets aan een situatie te doen. Oh, en, ja. En nu kan het, en veel minder zelfs. En, ja. En nu is het zo dat, ja, ik zou even, het is een beetje een gedetailleerd onderwerp, of een specifiek onderwerp. S'avonds heb ik sinds vrij jong heb ik een vrij neurotische trekjes dat ik de deuren check en dat soort dingen. Ja. En de laatste tijd begon me op te vallen dat ik dat aan het doen was. Maar dat ik me gewoon absoluut verloren voel erin. Dat ik niet meer weet wat ik aan kan doen. Dus ik kan zelfs opleveren dat ik eigenlijk er bijna een soort van in vast zit. Ja. En het is niet heel eng. Ja. Het is niet heel eng, maar het is wel. Ik denk misschien is er gewoon nog een stuk Willemijn of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval is het voor mij heel anders. Want ik kan er niet meer manoeuvreren. Ja. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ja, dus ik raak de navigatie kwijt met dingen. En dus. Dat is eigenlijk de reden waarom ik het vraag. En ik merk hetzelfde op met bijvoorbeeld. Voor mij heeft dat al. Ja, hetzelfde is zeg maar 's avonds. Als ik. Ik kan bang. Ook sinds als kind zijn. Dat is hetzelfde. Kan ik bang zijn in het donker. En ik merk bijvoorbeeld als ik dan nu fantasie heb. Of gedachten erover. Dat ik ook daar zeg maar. Ik heb geen vermogen meer om iets te doen. Ja. Ik weet niet meer wat ik doe. Nee, dat snap ik. Maar dat is inderdaad. Want het lijkt altijd dat jij alles onder controle hebt. En dan blijkbaar valt er iets weg van die overtuiging dat het is. En dat voelt alsof je... Nou ja, dat ken ik ook wel. Dat je dan wegglijdt of zo, zoiets. Of dat niet meer dat houvast heeft wat je in dacht. Dus eigenlijk voelt het een beetje... Alsof er dus dat alleen maar dan is. Die hele fantasie. Snap je? Dus het is dan en ja, dus het is heel... het voelt heel... als dat of zo. En daarom vroeg ik het ook over die gedachtes van ja, wat... Want wat is er dan? Is er alleen die fantasie of zo? Voel je dan ook dat die fantasie minder iets aan betekenis verliest? Maar de laatste tijd is er heel sterk een gevoel aanwezig geweest dat alles hetzelfde is. Dus en daarin voelde heel erg een gevoel van, het maakt niet uit wat er gebeurt. Maar er zijn bepaalde ervaringen die heel in mijn leven altijd heel intens zijn geweest. Zoals die avondangst, dat eigenlijk een van de allerintensste, meest intense dagelijkse dingen. Waarin het op dit moment... een soort verschuiving lijkt te zijn in hoe dat dan beleefd wordt, als het ware. Mm-hmm. Ja. En ja, dus vandaar mijn vragen. Wow. Eigenlijk op een vreemde manier lijken de gedachtes bijna alleen maar waar, in zekere zin, maar ook, zeg maar, het is zo erg alleen die fantasie op een bepaalde manier en zonder vermogen om er iets aan te doen, dat is ook weer iets simpels. Dat ken ik ook. Het was inderdaad voordat alles in één keer, zeg maar, niet meer terugkwam, ken ik dat ook wel. Dat er juist steeds, alsof ik heb ook een jaar op een bank, niet alleen op de bank gezeten, maar dat alle belang, alle betekenis van dingen, langzamerhand kunnen dingen ook wegvallen. En dat is bij iedereen heel verschillend hoe dat dan werkt. Maar dat wat er eerst allemaal was, dat langzamerhand verdwijnt. In die zin, dat ken ik wel. Dat ken ik zeker. En ja, dat langzamerhand betekenis verdwijnt. Of het geloof in dat ik het doe,
niet dat dat helemaal weg was, maar toch alsof daar, ja, meer, dat houvast er niet meer zo sterk was. Ja, en normaal daarin... ook een vermogen om te navigeren, dat geen benen meer heeft, zeg maar. Dus het dat is eigenlijk alleen, dat was er eigenlijk nooit, alleen het idee en de overtuiging dat jij dat deed, die verdwijnt dan. Want uiteindelijk verandert er niks, alleen die overtuiging is er niet meer. Want eigenlijk gaat het altijd zo, er is gewoon niks, er is niks onder controle, dat is er nooit geweest. Alleen doordat je er zo in zit en dat geloof en die overtuigingen, ja, dan lijkt het alsof je iets verliest. Terwijl eigenlijk gaat het weer terug naar wat er altijd al was. Maar dan lijkt het opeens meer, omdat het dan voelbaarder is of opeens anders is. Ja. Maar er is nooit controle geweest natuurlijk. Nee. Maar dat kan je in je hoofd hebben, maar dan, dat is alleen maar een soort klein vaag stukje. En langzaam kan het ook soms steeds dieper doordringen. En dat je opeens merkt, oh, wacht even. En dat gebeurt zonder, hoe zeg je dat? Alsof er een mol in je systeem komt, zeg maar. Zo. Nou, het lijkt behoorlijk zijn eigen leven te zijn. Ja. Dus, ja, dat gebeurt een haverklap. Dat je ineens denkt van, what the fuck? En het lijkt nu vanzelf te gaan op een appartement. Ja. Maar eerst leek het alsof ik het deed bijna. En nu is, nu is het veel meer zijn eigen leven gaan leiden. En, en blijft het me iedere keer als het ware verrassen. Maar wat ik ook heel erg merk is dat de energie in mijn lichaam heel erg veranderd is de laatste tijd. In ieder geval veel meer energized aan de ene kant. Maar aan de andere kant ben ik, net als wat jij deed, ik zit vooral eigenlijk op de bank. Ja, gewoon blijkbaar. Nu. Maar dus het heeft ook wel een bepaalde intensiteit. En zeker, aan de ene kant kan het ook heel vredig en heel rustig zijn. Want het ook gewoon allemaal geeft, een heel vreemde manier zelfs heel grondend. Want omdat ik heel vaak voel van shit, de behoefte om dingen te veranderen is echt, op en afgehakt op de een of andere manier. Ja, ja. En dat, ja, dus het is gewoon een rare tijd. En we worden steeds meer anders beleefd op een of andere manier. Maar, maar waar het betreft die intense delen van mijn leven, waar wat grotere angsten betreft. En dat kan, op een of andere manier werkt het op dit moment vrij. I don't know, ik weet niet wat er gaande is precies. Maar het kan heel intens zijn, maar op een gegeven moment kan je niet meer... wat er hier gebeurt is dat hele verhaal wat er altijd bij was, dat niet meer lukt. Dat steeds minder betekenis heeft. Of dat op die manier... En dan blijft wel die emotie en die paniek. Of dat kan nog steeds gebeuren. Ja. Maar daar zit niks meer bij. En dan is het heel anders. Ja, ik denk dat het is een beetje nieuw wat er vandaag gebeurd is. En ik merk dat het nog steeds een beetje blijven hangen is. En het voelt bijna alsof er alleen maar op dit moment die fantasie is. En alsof dat het enige wat er is. En dat ik daar ook niet uit kan. Oh, het is een heel kan het niet anders omschrijven. Ja, nou dan is er dat. Dat kan. Tuurlijk kan dat. Ja. Is dat normaal dan? Maar weet je, wij zijn altijd het idee van ik moet eruit. Of dit is, ik zit er maar in en ik moet eruit. So what? Weet je wel, dan is er dat. En er is ergens niks wat daaruit kan of wil of weet. En dat is, maar het is niet, we zijn altijd zo overtuigd dat jij ervoor kan zorgen dat iets gebeurt. Mm. Als dat er een tijd is, dan is dat er. En op een gegeven moment is het weer wat anders. Mm. Dat dingen veranderen vanzelf zonder dat jij dat doet. Ja. Zo werkt dat. Wij zijn altijd zo gewend om te denken van... Oh, ik moet nu dit. Of moet ik nou hier wat mee? Of wat kan ik hier mee? Of eindeloos dat. En als dat wat losser raakt, zou ik zeggen... Dan kunnen sommige aspecten gewoon even sterker aanwezig zijn. Zonder dat er verder... Nee, zeg maar. Dit specifieke onderwerp is denk ik bij mij gewoon een hele sterke altijd geweest.
Maar ja. dat als het ware de motivator is geweest van wat jij bijvoorbeeld het het verdedigingsmechanisme. Mm-hmm. Ja. Dat op een of andere manier is dat heel erg gerelateerd aan, aan het idee dat er iemand is die beschermd moest worden. Ja. Dat staat een beetje op losse voeten. Ja. Ja, maar zo werkt zo'n systeem. Dat is zo sterk. Dat kan je allemaal niet uitpluizen. Want dat is gewoon een mechanisme wat zo in je lichaam en door op een eigen leven leidt, moet ik zeggen. Want het staat gewoon volkomen los van wat dan ook. Alleen, we hebben het vanuit dat zijn die hersenen blijkbaar in staat om daar een soort ik van te maken en te voelen van, dat geeft, ik heb een eigen wil of ik heb een eigen keus. Zo. Ja. Eigenlijk is dat er helemaal niet. Ja. Oké, nou dankjewel voor het beantwoorden. En dankjewel voor de talk sowieso, ik vind het echt superleuk. Oh, dankjewel, leuk. Er is nog een chat. Ja, ik heb al een post dat alle gevoelens rauw, kaal en heftig binnenkomen. Je voelt dan als een oester zonder schelp. Dat is allemaal veel heftiger als vroeger. En dan minder controle. Ik kan mezelf niet meer afleiden of iets veranderen. Maar ik is springlevend. Ik lijd daar zeer over. Wat is het ik? Er is geen ik. Wat is het ik? Het ik is meer het idee dat er een bepaalde richting moet zijn. Of dat er wat bedoel je met ik? Want er is blijkbaar dat allemaal wat minder wordt. En dat dat hele systeem minder krachtig wordt. En dat alles, meer alsof je naakt over straat loopt. Dat had ik dan. Dat je alles rauw en direct en... alleen het beleven van dat. En het ik is vaak het mechanisme van, er is iets nog niet klaar, of er is nog iets wat moet gebeuren, of er is iets wat wel of niet. Weet je, dat hele mechanisme, dat is het ik. Als dat er is, dan is dat erbij. Ja, dan is dat er. Dat is een drive die, als die heel sterk is, dat is energetisch, dan gaat die door, totdat die stopt. Roosmarijn, kun je me verstaan? Ja, ik versta. Ja, oké, zo heb ik de microfoon voor de mond. Het lijkt alsof het systeem een flinke boost krijgt om doorbroken te worden bij een soort schokkende gebeurtenis. Dat kan. Ja. Het kan door schokkend, maar het kan ook bij de bushalte. Het kan allebei. Ja. Ik weet nog wel dat ik een keer in de trein stapte en borf. Het is alleen maar in de trein stappen. Maar het kan ook zijn doordat er iets heel heftigs gebeurt. Ja, of ziek worden. Ja, het kan van alles zijn. Ja, maar er is niks waardoor het versneld kan worden, zeg maar. Maar er is niemand, Dus het leidt zijn eigen leven, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En het, waar het hier vooral ook over gaat, is dat er niks veranderd hoeft te worden. Dat is dat hele ik-mechanisme, is zo krachtig om altijd te denken van, het is nog niet klaar. Wat, ik zit nog helemaal in dat gedoe en dat bezig zijn en... Ah, het is nog steeds niet klaar, dat ik is nog steeds zo sterk. Weet je wel, dat zijn man van die... Er is geen ik. Er is nooit een ik geweest. Nee. Dus er is niks wat daarmee bezig kan eigenlijk. Ja. Maar dat is zo'n krachtige overtuiging. Ik heb ook zo in dat hele persoonlijke groei en al dat soort dingen gezeten. En bezig met voelen en proberen nog meer te ontspannen. Want dan die spanning hier, dat is nog niet opgelost. Of weet ik veel wat er allemaal was. Het is eindeloos. Want het gaat er altijd over dat als er spanning is om een bepaald gevoel... Dat het niet is. Dat nog moet opgelost. Spanning is het ook. Spanning of wat dan ook wat er gebeurt. Niet assertief zijn. Ook nog zo een. Weet je wel. Echt alles. Dat wat gebeurt, dat is het. That's it. En er is verder niks verkeerd of goed of wat dan ook. Maar het is gewoon wat gebeurt. That's it. En dan, dat is het. En, dus het is al klaar.
Het is het voortdurend bezig zijn met dat het beter moet. Of dat het moet oplossen, de bepaalde gevoelens. Dat gaat gewoon... Die ja, bepaalde vastigheden in het lichaam, inderdaad. Mm. Ja. Mm. Zwaarte. Ja. Ja. Zwaarte is een bepaald als een sensatie. In, als er zwaarte is, is een sensatie in je lichaam. Dat is hem. Dat is het. Dat is het ook. Tuurlijk is dat het ook. Dan is het zwaar. Dat, hier gebeurt echt niet dat het de hele dag... Zo loopt het natuurlijk de hele... Het gewone dagelijkse gebeuren gaat nog steeds door. En er kunnen emoties zijn, dat kan zwaar zijn. Dat kan in de tuin zitten en dan alleen maar chagrijnig. En dan op een gegeven moment, misschien op een gegeven moment gaat het weer voorbij. Maar dat kan soms uren duren. Alles kan, gebeurt nog steeds. Dat zit in dat lijf en dat gaat, komt er soms uit of juist niet. En dan zit het helemaal verkrampt. Nou, dan kan ik niet slapen, want dan zit er een soort kramp. That's it. Het is niet, er gaat niet een leven komen waarin dat allemaal niet meer gebeurt. Dat is de grote droom. Dat is een soort perfectionisme van hoe het allemaal zou kunnen worden. Ja, dat herken ik wel. Ja. Dat is het lastige stukje om te horen van dit is het al. Hoezo dit? Dit wil ik niet. Ik wil... Dat is ook de teleurstelling op een bepaalde manier. Dat je denkt, ja, dit, zoals ik nu leef. Ja, nee, dat is, ik zoek nog iets anders. Dat is vaak wat er gebeurt. En dat is dus het stukje wat je niet wil horen. Want je wil horen hoe vrij het is. Of hoe alles weer oplost. Dat kan, maar dat kan ook niet. Het maakt nou niet uit. Want het is het allemaal. Het is het allemaal. Alles is het. Alles. Daar zit de vrijheid. En wanneer raakt dat? Twee chatjes. Ja, ik zie het, maar ik wacht even totdat dit klaar is. Ja, het raakt me. Het is goed zo. Ja, oké. Dankjewel. Oké. Je zegt het is al klaar, maar als je dan niet meer leven wil... Die gedachte kan er ook zijn, ja. Maar er is verder niemand die dat... Het lastige is, er is niemand die besluit wel of niet verder te leven. Het leven is er of niet. En hoe dat gaat, er is verder niemand die daarover gaat. Dus of het leven eindigt of niet eindigt, weet je niet. Of het gebeurt en of niet. Er is gewoon geen controle, geen keus. Want er is niemand. Er is nooit iemand geweest. En de droom is heel erg van, als er heftige gevoelens zijn vaak, dan wil je dat dat op een gegeven moment stopt. Of wil je daaruit. Die drive, dat verlangen naar rust of naar iets anders.
die drive die kan zo sterk zijn. Dat is een eindeloos gebeuren wat totaal los staat van jou. Of dat heeft niks te maken met dat er iemand is die daar wel of niet iets over kan beslissen. Die drive is een energetisch iets. En als die sterk is, is die sterk. Of als die minder wordt, dan wordt die minder. Het is hier nog steeds dat er van alles kan gebeuren en emoties kunnen komen en heel veel soort pijn in het lijf en chagrijnig en blij en van alles. Het gaat gewoon door. En er is niks wat het kan veranderen. Dat is wat het hoeft veranderen. Want het is het. Dat gevoel, die sensatie, alleen al het benoemen maakt het soms al in een verhaal. Alleen het gevoel zelf, gewoon de sensatie, dat is hem. Dat kan van alles zijn. Zonder weten wat het is, zonder richting, alleen zelfs niet eens weten waar het zit, is ook niet belangrijk. Zonder te kunnen vertellen. Dat vind ik soms nog een lastige. Dat ik merk, want dat ik gewoon niet weet wat ik erover kan zeggen. Dat er gewoon niks, geen woorden bij komen. Omdat ik zo gewend ben geweest om altijd te kunnen vertellen daarover. En die woorden verdwijnen. Het is alleen maar dat gevoel zonder dat er iets over woorden bij komen. Of associaties of betekenis of iets. Alleen maar dat gevoel. En op een gegeven moment is het weer weg. En soms duurt het langer. Maar we gaan er zo van uit dat dit een lichaam is. En dat jij daarin zit. En dat jij je leven moet leiden. Met een korte ei bedoel ik dan. En er is niemand erin. En er is niemand die een leven leidt. Er is alleen maar heel letterlijk wat gebeurt zonder dat er iemand in zit. Het is dus niet zo van Rozemarijn heeft geen ik. Nee, er is geen Rozemarijn. Het is alleen maar een schijnbaar gebeuren. Dat die naam is er. En dit lichaam lijkt. En dat is er ook nog schijnbaar. Dus er gebeurt gewoon niks. Dit is er niet. Dit is er wel schijnbaar, ik bedoel zichtbaar. En tegelijkertijd ook niet. Dus niks is belangrijk meer. Dus het gaat niet meer over ik heb nu geen ik meer. Of dit heeft geen ik meer. Nee, het gaat verder dan dat. Er is alleen maar een gevoel. That's it. Niet Rozemarijn heeft een gevoel. Of wat dan ook. Nee, er is gewoon dat gevoel, that's it. En dan is er alleen maar lopen. Het is volkomen los van iemand of zo. Heeft er niks meer mee te maken. Het is echt, alles is verloren. Er is niemand, er is niks. Er is niet hier een persoon waar geen ik is. Dat is het niet. Het gaat verder dan dat. Er is niks. Het is gewoon, alles is verloren. Het is één geheel. Er is niet allemaal losse personen met of zonder ik. Er is alleen maar bewegen of zitten of praten of voelen. Een gevoel. Dat is alles. Als het één geheel is, en dat snap ik wel, maar dan denk ik ook van, dan is het dus wel, zeg maar, als er bij iemand een bepaalde emotie is, dan kan dat wel effect hebben op iemand anders. Ja, omdat we er zo van uitgaan dat jij er bent, en dat die ander er is, en die ander heeft dan ook een gevoel, en dan zeg je, oh nee, door wat jij zei, voel ik me zo en zo, of je denkt het zelf. Of door de energie die daar dan is. Ja. Alleen, we zijn zo gewend om op die manier te denken. Terwijl eigenlijk alleen maar, het is zo letterlijk. Er is alleen maar een gevoel en er zijn woorden. Maar er is ook geen tijd.
Dus op het moment dat je vanuit tijd ligt zo... Kijk, je kan denken, er is geen tijd, want in de vakantie weet ik ook niet hoe laat het is, weet je wel. Maar dit gaat verder natuurlijk dan dat. Als er geen tijd is, is er ook geen daarvoor en daarna. En er is natuurlijk dan ook geen oorzaak en gevolg. Er is alleen maar dit. Een gevoel. That's it. Los van alles. Het is alleen maar een gevoel. En dan weer niks of iets anders. Of nog een keer. Of nog steeds. Weet ik het. Het is zo letterlijk. En we zijn zo gewend gepraat in relaties, in tijd. Er is geen tijd. Dat gaat verder dan wat je normaal gesproken denkt. Ah, tijd. Nee, de tijd klopt niet. Nee, dat is ook zo. Maar oorzaak en gevolg is ook alleen maar in tijd. Er is geen oorzaak en gevolg. Dat lijkt zo alleen maar in het verhaal, in het interpreteren van... Oh, dat heeft te maken met... Zijn we ook allemaal zo goed in. Dat heeft te maken met... Het is alleen maar een gevoel. That's it. En je kan het niet eens soms benoemen. We hebben meteen allemaal weer woorden eraan. En dat heeft te maken met... Het is alleen maar een gevoel. Heel sec. That's it. Duidelijk. Dank je. Hoe kan men dat absolute niks nou unconditional love noemen? Oh. Maar het is niks en alles. Het is niet alleen maar niks. Het is niks en alles. Het is niks en het is ook alles. Ja, het is unconditional love is niet een bepaald gevoel. Want dat is het lastige met liefde. Als je zegt liefde, dan heb je toch een soort warm gevoel of iets. Unconditional love is niet een emotie of een gevoel of zo. Dat is meer... Het is, zoals ik het kan zeggen, het is... er is niks wat niet goed is, zou je kunnen zeggen. Alles is het. Er is niks wat niet goed is. Wauw, dat is... Wauw, het grote verlangen hier was altijd van dat ik eigenlijk iemand vind die geen commentaar heeft op mij. Of altijd een beetje die richting op. Of het gevoel van dat ik niks hoef. Dat ik altijd maar van alles moet. Altijd het zoeken naar zoiets. En als je het hebt over het leven, het leven vraagt niks. Het leven... eist niks. Het leven vindt niks verkeerd. Het is alleen maar. Het is gewoon zoals het is. Zoals gewoon is. Gewoon een boom of een tak die afbreekt of een emotie. Zonder betekenis, zonder belang. Wauw. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Of natuurlijk. Want, wauw. Ja. Zo. Zonder verhaal.
ervaar je het dan ook op zo'n manier van dat de wereld in jou verschijnt? Nee. Nee. Er is geen wereld en er is geen jou. Dus het is alleen maar... als ik mijn lippen zo nat maak, is het alleen maar dat. Dat gevoel, that's it. En wat wij gewend zijn, is om te denken, oh, dit ben ik, dit is mijn lichaam. En daarbinnen gebeurt wat. En er is een gevoel, of dit is mijn grens. Of... Dat is allemaal weg. Niet dat ik het niet zie, want ik zie ook een lichaam. En ik zie, in die zin blijft het hetzelfde. Maar tegelijkertijd is het ook heel duidelijk dat het is alleen maar dat. Het is alle, ja, je kan het bijna, het lastige is dat je het niet zo makkelijk kan beschrijven. Want het is zo eenduidig, dan zijn daar niet zoveel woorden in. Want op het moment dat je het beschrijft, wordt het eigenlijk alweer anders. Ik weet wat zijn ook weer, wat vroeg je ook weer? Nee, het is al goed zo. Dankjewel. Oh, zo weet ik het al niet meer. Maar als het gaat over dit is het, dat is de onvoorwaardelijke liefde. Want dit is zonder betekenis, zonder belang. Er is geen goed en fout, er is niet een richting. Want een richting betekent dat dit het niet is, dus dan moet je daar weer heen. Het gaat niet over dat dit beter is dan dat. Niks is beter. Alles is het. Dus er is ook niemand die niet een lichaam wat beter is dan een ander lichaam. Of een gevoel wat beter is dan een ander gevoel. Of iets waar je naartoe moet. Of ontspanning is beter dan spanning. Als er spanning is, dan is dat een sensatie. Dat is hem. Dat is het. Dus dat is ook de onvoorwaardelijke liefde. Dat er geen afwijzing is van wat dan ook. Alles is het. Alles is het. Zonder dat het goed is of fout is, maar gewoon neutraal als het is. Letterlijk als het is. Dus er is niks wat het probeert te veranderen. Dat is de onvoorwaardelijke liefde. Dat is... Ah. Hoe zeg je dat? Dank jullie wel dat jullie er waren. Leuk dat jullie kwamen. Meededen. Dankjewel, Roos. Oké, dag. Dankjewel. Doei.